het is bijna tijd voor mijn verjaardag! Lang zal jij leven, lang zal je leven! Begin jij over mijn leeftijd en je weet dat mijn leeftijd echt een ding voor me is. Het is maar een leeftijd, hè? Hallo lieve Gewoon Thomas kijkers en super tof dat jullie kijken alweer een nieuwe video van deze extreem Thomas maand. Het is weer vrijdag en dat... Lang zal je leven, lang zal je leven, lang gloria in de... Julius, het feestje is niet vandaag. Oh, is het feestje niet vandaag? Oh, dit is heel zielig. Oké. Super leuk dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video. Dit is niet zomaar een video, maar een hele speciale video. Want het is weer tijd voor een versus vrijdag video. Elke vrijdag in december ga ik hele bekende scenario's die jullie waarschijnlijk ook herkennen. Struggles van vroeger en nu laten zien met hele leerzame en duidelijke sketches. Samen met de Gewoon Thomas familie. En laat ik zeggen, deze familie is vrij apart. Het onderwerp van deze week is je verjaardag vieren toen versus nu. En laat ik zeggen, dat was een heel groot verschil, want qua enthousiasme verandert er heel veel, qua feestjes verandert er heel veel, hoe je ouders reageren verandert heel veel aan, en dat ga ik allemaal laten zien in deze video. Maar voordat we natuurlijk beginnen, wil ik jullie vragen om eventjes een duimpje omhoog te doen, en het is natuurlijk tijd om het Extreem Thomas kerstpakket weer verder te gaan vullen. Na 2 weken is hij al aardig vol, laat staan hoe vol die is na een maand. Het item wat ik deze week in ga doen is dit super toffe Gewoon Thomas shirt met mijn hoofd erop. Ik doe hem er vast in. Ben je nog niet bekend met het Extreem Thomas kerstpakket? Dan ga ik het eventjes uitleggen. De hele maand december plaats ik elke dag een video. En door alle video's heen vul ik dit Extreem Thomas kerstpakket. En aan het einde van de maand geef ik deze weg aan één van jullie. Ik kom hem persoonlijk bij je thuis afgeven. Wil je hier nou kans op maken? Dan moet je eventjes abonneren. Op het belletje drukken. En onder elke video reageren op de vraag die ik in de video ga stellen. De vraag voor de video van deze week is het volgende. Op welke dag ben jij jarig? Laat het eventjes weten hier beneden in de reacties. En wie weet maak jij kans op dit extreem groot gevulde Extreem Thomas kerstpakket aan het einde van deze maand. Elk jaar ben je natuurlijk weer jarig. En het ene jaar gebeurt dat heel erg snel. En het andere jaar denk je van, wanneer is mijn verjaardag? Ik moet nog zo enorm lang wachten. Het verschil met toen versus nu is heel erg groot op gebied van je verjaardagsdatum. Want ik weet dat ik als kind bijvoorbeeld echt heel erg uitkeek naar mijn verjaardag. En hier alles aan deed om mijn gevoel zeg maar op te werken dat het bijna aankomt, mijn verjaardag. Maar op een latere leeftijd verandert daar toch wat aan. Lieverd, weet jij wanneer jij jarig bent? Ja, natuurlijk man, weet ik wanneer ik jarig ben. Kijk, ik heb speciaal dit voor mijn verjaardag, deze kalender gemaakt, zodat ik kan aftellen tot mijn verjaardag. Heb je dat helemaal zelf gemaakt? Nee, wie denk je dan dat de kat het heeft gemaakt? Ik tel hier elke dag op af tot mijn verjaardag. Ik moet nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 dagen tot mijn verjaardag. Ah, wat ben ik toch trots op je. Het is echt een kind van mij hoor. Yippie! Gefeliciteerd lieverd. Mam, waarmee? Je verjaardag! Je bent vandaag jarig! Is dat vandaag? Ja, en wat wil je vandaag gaan doen? Het mag echt alles zijn. Gewoon... niks. Gewoon... chillen. Dus ja, ik maakte vroeger zelf echt kalenders en vaak was het van Pokémon waar ik echt elke dag op afstreep tot wanneer ik jarig ben. Dat het op een bepaalde leeftijd wat minder doordringt dat je zeg maar bijna jarig bent en dat het jaar wat sneller gaat, dat komt door het volgende. Lieverd, van harte gefeliciteerd! Wat ben ik toch trots op je. Weet jij hoe oud je bent geworden? Ja, ik ben echt heel oud, echt heel erg oud. Oud, ik ben namelijk 7 jaar, 365 dagen, 8 uur, 7 seconden en een paar miniseconden oud. Vandaag 8 jaar dus. Ja. Lieverd, gefeliciteerd! Je bent weer jarig!
Weet jij hoe oud je al bent geworden? Mam, ik heb je al zo vaak gevraagd. Wil je hier alsjeblieft niet over praten? Elk jaar op hetzelfde moment hier aan tafel begin jij over mijn leeftijd. En je weet dat mijn leeftijd echt een ding voor me is. Ga maar over je eigen leeftijd nadenken. Mijn lieverd, het is maar een leeftijd, hè? Je bent zo oud als je je voelt, lieverd. Ja. Ja, nu willen jullie vast weten hoe oud ik word volgend jaar. Ik word volgend jaar 25 jaar en 25 is helemaal niet oud. Maar ik kan je wel vertellen dat het voor mij heel gek klinkt, want het voelt echt alsof ik nog 14 jaar ben. Een leeftijd is maar een getal en je bent zo oud als je je voelt. Als je bijna jarig bent, dan wil je natuurlijk al je vrienden en familie heel erg graag uitnodigen om dit op een hele leuke manier te vieren. Ook daar zit een heel groot verschil met hoe je dat vroeger deed en hoe je dat nu tegenwoordig doet. Lieverd, het is bijna tijd voor mijn verjaardag! Precies! En je gaat natuurlijk een feestje vieren, dus hoe wil je iedereen uit gaan nodigen? Mag ik een hele mooie uitnodiging knutselen voor iedereen, zodat ik iedereen op een hele leuke manier... Oh nee, wacht! Dat heb ik al gedaan! Wat heerlijk! Ik zou zeggen, ga ze gelijk op de post doen! Oké, dan ga ik dat nu gelijk doen! Ik ga taart halen. Lieverd, het is bijna tijd voor... Ja. En wil je dit jaar ook weer vieren? Was vorig jaar zo gezellig. Ja, is goed. Goed, ga je zelf uitnodiging versieren? Moet ik misschien wat kleurpapier halen om wat te knippen en plakken? Wat denk je dat ik aan het doen ben? Dat heb ik al lang gedaan. Huh? Oh. Ja. Ja, eigenlijk als ik dit allemaal zo bedenk, dan denk je eigenlijk dit wordt alleen maar suffer hoe ouder je wordt. Maar het ligt echt helemaal aan jezelf, want ja, er zijn periodes bij dat ik iedereen zeg maar een appje stuur. Maar er zijn ook periodes bij dat ik het nog steeds leuk vind om iedereen een kaartje te sturen. Eigenlijk doe ik dat tot nu toe alleen nog maar met kerst. Vroeger maakte je echt de leukste kaartjes om naar je vrienden te sturen om ze uit te nodigen voor je verjaardag. En ik weet altijd nog die zinnen die er altijd op staan. Jij bent uitgenodigd om naar mijn verjaardagsfeestje te komen en je gaat met een volle buik naar huis. En dan wist je altijd dat er een snoepzakje kwam. Het is heel lullig, maar ik keek vaak heel erg uit naar het snoepzakje aan het einde van het feestje. Nadat je iedereen hebt uitgenodigd voor je verjaardag, is het eindelijk tijd om je verjaardag te gaan vieren. En ook vroeger vierde je dat net wat anders dan wanneer je volwassener wordt. Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria. In de gloria, in de gloria. Piep de piep, hoera! Ik moet eigenlijk 8 keer nu, hè? Hoera! Piep de piep, piep de piep, hoera! Piep de piep, piep de piep. Uitblazen en wens doen, doen. Uitblazen en wens doen. Ik ga wel blazen, maar niet zeggen wat mijn wens is, want anders komt hij niet uit, hoor. 3, 2, 1. Ja, oh ja. Gedaan! Yay! Yeah! Hey. Hey. Nou, leuk dat je er bent. Gefeliciteerd. Dankjewel, man. Kom gezellig zitten. Wild feestje. Ja, het is wel eens drukker geweest. Ja. Lust je er ook eentje? Doe maar eentje. Cheers. Eigenlijk, als je alles bij elkaar samenvat, kijk je als kind veel meer uit naar je verjaardag. Je hebt zoiets, ik heb zoveel zin in mijn verjaardag, ik heb zoveel zin in mijn verjaardag. En wanneer het dan eindelijk je verjaardag is, dan moet het echt de beste verjaardag ooit zijn. Dan zit al het enthousiasme er nog in. Wanneer je volwassen wordt, ben je er gewoon, denk ik, net wat minder mee bezig. Maar het ligt wel vooral helemaal in jezelf. Kijk, je bent er misschien minder mee bezig, maar dat je er minder mee bezig bent, hoeft niet te zeggen dat je er nog steeds één groot feestje van kunt maken. Want het is toch super tof dat je weer een jaartje ouder bent geworden. En ik vind dat je dat elk jaar ook moet vieren. Voor de mensen die zich afvragen, wanneer ben jij jarig, Thomas? Ik ben 24 februari jarig. Zet het vast in je agenda, want we gaan er één groot knalfeest van maken. In ieder geval, ik ga ervoor zorgen. Ik ga het anders doen dan de volwassen Thomas in deze video. Ik ben heel erg benieuwd of jij situaties herkende in deze video. Laat het even weten beneden in de reacties. En dan wil ik je natuurlijk weer bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie gewoon volgende week weer met een splinter nieuwe video in deze extreem Thomas maand. Tot volgende week. Au, doei!
Nou ja, doen we later wel. Doen we nog een keer. Ik heb geen idee hoe hoor. Hoe? Wacht, ik zei hoe. Uitblazen en wens doen. Uitblazen en wens. Heb je een elastiekje nodig, schat? Ja. Kan dit niet. Gaat het lukken? Ik heb dit nog nooit gedaan, dus de eerste keer. Is het zo goed? Ja, ja. Zo? Ja. Is dit beter? Ik hou van wassen! Ja, stop maar. Het is iets te lang. Meer! Meer! Ja! Ik moet zelf lachen.